Zoals iedereen weet komt binnenkort Mass Effect Andromeda uit. Een game waar heel veel mensen op deze redactie op zitten te wachten. En Skate heeft middels een eigen GameKings Extra eigenlijk een soort van feud aangestoken op deze redactie. Hij vindt dat hij het recht heeft om deze game te reviewen. Niemand heeft hier het recht om iets te doen. Fuck die shit. Iedereen moet daarvoor de kans krijgen. Maar goed, als Kate die battle wil aangaan, we leven in een democratie, dan gaan we het ook democratisch doen. Oftewel, beste Kate, als jij nou vindt dat jij de man bent om Mass Effect Andromeda te reviewen, als jij denkt dat het Nederlandse volk daarop zit te wachten, dat hij jou wil hebben en niemand anders, dan gaan we er toch gewoon eerlijk over stemmen. Ik bedoel, hey, het is vandaag verkiezingen, dus één vakje extra invullen, dat moet niet al te moeilijk zijn. Oftewel, we gaan vandaag via onze sociale media, en je zal het aan alle kanten zal je het bereiken, via Instagram, Twitter, een poll online gooien waar je kan gaan kiezen voor wie gaat Mass Effect Andromeda review. It's the people's choice. Jij kan bepalen wie het gaat doen. Nou, althans, je kan het voor de helft bepalen, want Jelle zal er één zijn. Jelle is gewoon by far de grootste Mass Effect fan. Die droomt Mass Effect, die eet Mass Effect, die scheidt Mass Effect. Als wij Jelle Mass Effect niet geven, dan zijn we Jelle gewoon per definitie kwijt. Dat kan gewoon niet. Dus Jelle gaat hem doen. Maar er komt iemand naast Jelle te zitten. En wie moet dat zijn? Dat ga jij bepalen. Jij gaat straks gaan kiezen in deze uitermate democratische verkiezingen zonder debatten vooraf. Dat doen we gewoon niet aan. Gewoon, jij kan kiezen tussen Skate, Steven, David of deze magnetron. Dus als jij wil dat Jelle de review doet van Mass Effect met deze magnetron samen, it's up to you. Dat is democratie. Hey, als je gaat stemmen, er zitten ook allemaal hele aparte partijen tussen. Dus wij hebben ook een aparte partij, namelijk de magnetron. En deze magnetron, je zou het niet denken, deze heeft behoorlijk veel, die heeft sowieso deel 1 en 2 van Mass Effect gespeeld. Deel 3 heeft hij niet afgemaakt omdat hij het einde slecht vond. Deze magnetron vond het einde van Mass Effect niet tof. Dus hij zal heel scherp zijn bij deze review. Jij gaat het bepalen, laat het ons weten in de poll, vul hem gewoon in massaal. Oftewel, wie moet samen met Jelle Mass Effect Andromeda gaan reviewen? Wordt dat Skate, Steven, David en Mass Effect? En jongens, ik ga geen tip geven. Doe ik niet aan, ook geen stemadvies. Je mag het lekker helemaal zelf uitmaken, zolang ik het maar niet hoef te doen.